zich zitten. Maar ik weet wel zeker dat we hem zo meteen wel terug gaan zien in de halve finale. Dat zijn de eerste vier die we bekend hebben voor deze groep. Derde groep kwalificatie kwartfinale hier bij de Arbois Dreamers. Met Tom Gouwlozen, met Kevin Siese, met Dino van Rijs, met Bas van der Steen, Joop van der Kamp. Oh, stuk voor stuk kans hebben ze om zich te plaatsen voor de halve finale. Dus kijken wie dan naar de kortste eind trekt. Er zijn er in ieder geval vier die zich mogen verplaatsen. We zien dat Tom Gouwlozen wel zeker is hoor. Hij doet goede zaken hier in deze halve kwartfinale. We gaan kijken naar Kevin Siese, die er goed bij zit. En de 2,90 is Wino van Rijswijk. Wat gebeurt er dan met Bas van der Steen en Joop van der Kamp? Dat Joey Kamp bij de laatste staat ook mee te komen en dus onrust sluiten is voor hem. Rick Pijpers, Ricardo de Bieping op het meter, Floyd Heijmans en Niels Hobo. Het is een hole shot voor de man met 53. Rick Pijpers van de Niels Hobo. Niels Hobo zwaait zo'n leiding onder de noemen van Rick Pijpers. Hij zit daar goed door samen met Ricardo de Bie. Dat zijn de eerste twee. Als ze uit de bocht komen naar het clubhuis, kijk of dat dan ook zo blijft. Of ze het nummer 1 en 2 blijven houden. Jawel hoor, dat zijn de 1 en 2. Die zit er al zeker. De 2,49 denk ik ook wel. Dat is beter dan de 2. Wat gebeurt er op plaats 4 met Floyd Heijmans? Of bestaat die andere man Niels Hobo? Niels Hobo zal er nog altijd bij moeten gaan zetten. Ik denk dat de aanval laat gekomen voor hem. Hij is oversluiten en kan alles van de zijlijn gaan toekijken. We gaan kijken naar de volgende categorie. Kwartfinale ritten, dames en heren. Dan leggen we ons over hier in de meetschijndel met Kevin van der Groenendaal.